Vaco Gamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed Brotherhood hier op Vaco Games. En jongens, knal meteen eventjes een like op deze video, want wij hebben vandaag een hele belangrijke afspraak met meneer Machiavelli. Die staat hier waarschijnlijk ergens bij dit gebouw en waarschijnlijk staat hij aan de andere kant. Maar dat is namelijk typisch het geluk van Ezio. Die heeft altijd pech, die gozer. Even kijken, hoe kom ik hier nou weer veilig naar beneden? Ezio, nee, Ezio, ik zei veilig naar beneden. Bij die vent op zijn nek springen is het niet veilig, maat. Wat, Kees? Serieus, als ik veilig bedoel, dan bedoel ik in zo'n hooiberg of zo. Dat is veilig. Er is hier zo'n dude met een heleboel geld. Die wil ik eigenlijk ook wel even hebben. Er loopt hier zo'n gozer rond, zo'n Borgia-maat met een heleboel centjes in zijn zak. Die Ezio eigenlijk wel wil hebben. Maar die krijg ik nooit meer te pakken. Doei! Ik denk, ja weet je, misschien als ik hem te pakken krijg, dan heb ik nog een heleboel cent in mijn zak. Maar, oh, sorry mevrouw. Nou, toch nog $9, hè? Of 9 florijnen. Om het maar zo te zeggen. Hey, Macchio, dude! Hoe is het met jou? Tijd niet gezien. What a surprise to see you here. I thought you had sent for me. Ja, ja, ik moest hier voor jou naartoe komen. News of the Villa attack has spread across the city. Oh. We were certain that you were dead. Not yet. Nee, ik ben er nog. I am still very much alive. The Borgia must not discover that you escaped them. Oh. Maar waarom niet? Nou, dat mag mooi zijn. Volg Machiavelli door Rome en pas op voor de gevaren onderweg. Oftewel, kijk uit voor de hondenpoep op de stoep. Volledige synchronisatie, gooi de Borgia-commandant in de stellage om hem te doden. Oké, dus we gaan met een Borgia-commandant knokken. Om bam, op zijn neus. En bam, op zijn achterhoofd. Ik denk dat er iemand hier aandacht gaat trekken. Ja, dat ben vriend. Volg Machiavelli naar een smid. Waarom komt de smid niet gewoon naar mij toe? Ik bedoel, ik heb geld. Hij wil mijn geld hebben, dus moet hij naar mij. Dat is vrij logisch. Eigenlijk hetzelfde met een afhaalmaaltijd. Of een bezorgmaaltijd. En die moet je laten bezorgen. Dan komen ze het naar je toe brengen en dan krijgen ze geld. Zo werkt dat. Oh, jawel, want ik ben echt een meestervecht, meneer. I have my blade. Echt wel. Ja, maar alleen je mes red je niet mee, Ezio. Aardig hoor, die Borgia. Hey. Gratis geld. Ik mag die Machiavelli wel. Oh, een spookpaard. Wauw. Hé, dit was de Machiavelli heen. Dat is cool. 1200 florijnen. Maar Machiavelli is al dood, dus die heeft helemaal zijn geld niet meer nodig. Koop de stiletto en de Romeinse armplaten. Oké. Okay. Stiletto en de Romeinse armwapen. Daar. Romeinse schouderplaten. Ja, die wil ik absoluut hebben. Absolute mentos. Nee! Ik moet ook die stiletto nog hebben, Henk. Hij is weggelopen. Mag ik echt niet kopen? Ja, praat. Oké. Okay. Stiletto. Kleine wapens. Stiletto. Oh, dat is lekker om mee te prikken. Een soort brievenopener, lijkt het wel erg op. En dan kan je ook mensen behoorlijk hard mee prikken. Papa. Now you can survive the journey back to Firenze. Ik wil helemaal niet naar Firenze. Ik ben net hier, man. There will be no peace until we rise up against the entire Borgia family. And the Templars who serve. Misschien moet je even je mes wegstoppen, Ezio. Gewoon even een kleine tip. Dank u. How could I have known that they would find me so quickly? That they would kill Mario. Rodrigo surrounds himself with snakes and murderers. Even his daughter Lucrezia has been sharpened into one of his most artful weapons. Lekker dan. Als de Lucrezia een beetje lekker is, dan is er niks aan de hand. Hey, je loopt een beetje snel, vriend. Ruthless and cruel beyond imagining. The laws of men mean nothing. Gaan we nou weer een hele wandeling door de stad houden? Dat was gisteren ook al zo met die bewakers. Alleen toen moest ik nog een beetje uitkijken, dat hoef ik nou helemaal niet. Meneer Machiavelli. Ik hoef echt geen toertje. Oh, geld! Ja, gratis geld. Dankjewel, Machiavelli. Hij wilde mij natuurlijk gratis geld geven, dat snap ik wel. En een pot met bloedzuigers. Nuttig. Nuttig. Wat kan ik met een pot met bloedzuigers? Afgezien van bloed laten zuigen.
Zal ik eens even lekker jouw bloed komen zuigen? Oeh, vlaggetje. Hemelvlaggetje. Leuk verhaal aan de muur van mijn slaapkamer. Kom hier. Hop. 1 van de 101. Dat is wel de 100 te gaan. Flop. Dat gaat dus ook never nooit lukken. Want ik ga echt niet 101 van die vlaggetjes lopen zoeken. No way, José. Echt niet. Waar zijn we trouwens nog onderweg? Het zou leuker zijn als hij me even aangeeft wat we gaan doen. We lopen nu wel. Oh, verboden gebied. Gevaarlijk, hé. Hey. Oh ja, we moesten natuurlijk die Borgia-commandant pakken. Dat is wat we moeten doen. Maar waar is de Borgia-commandant? Waarschijnlijk hier. Should we not travel by horse? Roma is quite large. As Cesare's conquests in Romagna continue to succeed and the Borgia grow in power, they have taken desirable areas of the city for themselves. We cannot use the stables here. Oh, the will of the Borgia is law now. What are you implying, Ezio? Do not play dumb with me, Machiavelli. Do you have some kind of plan? I am in. Wel een beetje, Ezio. Dood de Borgia, commandant. Oké, okay, is goed. Maar die moest ik in een ding gooien. Maar eerst hem. Mijn vriend. Auw. Ik moet uitkijken dat de Borgia-commandant niet... Ah, meer zo lutsig. Die Borgia-commandant staat een beetje achter me. Hè? Een beetje te doen van, joh, ik sla mis. Auw. Doe eens even niet. Eerst deze gasten. Oké, okay, nou mijn handen. Oh, nee, nee, hier is de ding. Hier moet je tegenaan. Zo, en dan ga jij daar. Nee, dat is de muur. Kom. Kom even mee. Even hier. Zo. En dan ga je daar tegenaan. Goed zo, hè. Is dat wel niet zo moeilijk? Gewoon doen. Deze Borgia-commandant die werkt op zich best wel redelijk mee. Die had zoiets van... Uw. Ga terug naar Machiavelli. Waar is Machiavelli? Daar. Machiavelli. Het is gelukt, Machiavelli. Oh. Pardon. Hé, hey, Machi. Het is gelukt. Just because you kill a few guards does not mean the people will grant access to the stables. You are right. We need to send a signal. Wait here. Steek de toren van Borgia in brand. Ja, maar dat is zonde. Als we er nou gewoon een likje verf overheen halen, we maken hem rood en wit, dan is het gewoon van ons. Oh, zat een gozer. Hé, als jij op mij gaat schieten, ik kan beter schieten hoor. Doei. Hoppakee. Oh. Wel uit blijven kijken, Ezio. Ik weet dat je graag springt, ik weet dat je graag vliegt, maar het is levensgevaarlijk met jou. Hoe ga ik er een gozer naar bovenop komen? Hup. Waarschijnlijk via deze kant, hè? Zo, dan via dit. Zo naar boven, hoppa. En dan gewoon met de ladder. Nee, Ezio, gewoon de ladder. Goed zo. Ik weet dat je het niet graag doet via de ladder, maar toch gewoon even doen. En shift. Burn, bitch. Branden met die toren. Misschien moeten die vogeltjes even weggaan als ze geen zin hebben om gebakken vogel te worden. Let's koop het. Mag ik de stal kopen? Nice. Je kunt gebouwen nu renoveren. Kijk eens, Makkie, hier is de stal. En 100%. Wil je deze stal renoveren voor nul? Wie schat is? Joepie! Gratis stallen hier in Rome, dat is mooi. Dat is niet duur. De inkomsten van Rome nemen elke 20 minuten toe met 48 florijnen. Goed man. Gaan we met Machiavelli naar de Capitolitein. Oké. Okay. Hey, Macchi, wacht eens even. Kom paard, go!
Ja, oh, even Makkie, waar gaan we naartoe? Makkie, even wachten. Kom hier, Makkie. Hij smeerde hem mooi, hè, die Machiavelli. En ik denk van, ik wil niet meer bij Ezio zijn. Snap ik op zich wel, ik wil ook niet bij Ezio graag in de buurt blijven, maar... Zeggen we niks meer, Makkie? Dat is wel beter. Hij zegt verder niet zo heel veel nutters. Hij lijkt een beetje mij, ik zeg ook nooit wat nutters. Nou. En nu, hè? Oeh, het Pantheon. Er zit ook weer zo'n rood dingetje op. Nee, ik ben geen dokter. Hier kan ik dus niet op, want ik moet nu echt met Machiavelli mee. Rodrigo Borgia's death would not have solved anything. I am inclined to disagree. Look at this city, the center of Borgia and Templar rule. Killing one man will not change things. We need to take away the source of their power. Are you suggesting we appeal to the people? Aha. Relying on the people. Het volk is wel behoorlijk dom. You are wrong. Our belief in humanity rests at the heart of the Assassin Brotherhood. Hey! You must be from your inner circle. Go, get back with your stone. Hij gaat mijn geld lopen jatten, die bitch. Heb ik net geld bespaard? Oh, mijn muis doet het niet. Oh ja, daar is hij weer. Kom hier, dude. Geef me geld terug. Zou ik niet met een pistool achter me aanrennen? Misschien niet spannend. Voor dit weet schiet je hem dood. Hey, maat, gaan we naartoe? You are making a big mistake. Ha, mijn geld. Get out of here before I regret sparing your life. Hoppakee, geld moet rollen. Daar ben ik het op zich wel mee eens. Behalve als het de verkeerde kant op rolt. Kijk, het moet naar mij toe rollen. En niet van mij af. Als geld naar mij toe rolt, ben ik blij. En als geld van mij afrolt, ben ik niet blij. Om het maar even heel simpel te zeggen. Waar moeten we trouwens heen? Laten we even naar boven gaan. De Capitolijn. Dat is een van die heuvels van Rome, toch? Capitolijn. Dacht ik. De Basilica di Santa Maria in Araculi. Araculi. Coolie, coolie. Coolie, jullie. Hop. Ja, is hartstikke dangerous. Daarom doe ik het ook. Hé, nog één. Het Palazzo Senatorio. Dan moet hier dus nog ergens een teken zitten. Even kijken of we die nog kunnen vinden vandaag. Zou wel leuk zijn. Als we hem niet kunnen vinden, hebben we pech hoor, maar... Waar is dat ding? Dat is een veer. Dat is niet wat ik zoek. Is dit wel het gebouw waar ik op moet zoeken? Ik denk het wel, hè? Maar ik zie dat hele ding niet hier. Waar is dat teken dan? Hallo? Vroeger glom er nog wel eens wat, maar... Tegenwoordig ook niet echt, hè? Hallo. Nou, dan gaan we naar beneden. Oh, pas op mevrouw. In Vendita. Dat zal betekenen waarschijnlijk weer iets van te koop betekenen. Misschien is het wel hier beneden. Dat zou kunnen natuurlijk. Laten we er eens omheen lopen. Kijken of we daar iets kunnen vinden. Ja, absoluut. Totally lost his mind. Al een paar maanden. Up. Nou, ik zie niks hoor. Voor mij heb ik het verkeerde gebouw te pakken. Denk ik. Dit is niet het goede gebouw. Dan zal ik hem al langer breed moeten vinden. Nou, dan niet. Komen we er vast nog een keer terug. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is. Het Palazzo dei Conservatori. Ik zou toch zweren dat het daar ergens zou moeten zijn. Of is dit het gebouw? Zit ik gewoon al die tijd weer op het verkeerde gebouw te kijken, net als de vorige keer. Hop. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Daar is het. Niet alles, dat te koop bordje. Een veer, ook leuk. Hop. 2 van de 10 veren.
Zijn er maar 10? Dat is niet veel. Dan nog een vlaggetje. Hey! Hier is die! Found it! Let's go check it out! Wat heet Desmond? Zeggen we verder niks meer? Nou, kom erop. Ah, puzzeltje om de boel mee af te sluiten. Altijd leuk. Knallen jullie in de tussentijd even een like op deze video, jongens. Cluster 2. Oké. Okay. Cluster 1 hebben we natuurlijk al gehad. Loading. Tijd voor cluster 2. Loading, ja, yeah, I know. Oké. Okay. Het individu handelt louter uit eigen belang, maar wordt in dit geval, zoals in vele andere gevallen, geleid door een onzichtbare hand, waardoor hij bijdraagt aan iets dat niet zijn intentie was. Adam Smith. Loading. Wie is Adam Smith? Nooit van gehoord. Oh, zo'n ding. Oh, maar dat kan ik wel. Ah, dat is niet moeilijk. Oh, toch wel. hallo? Oh ja, natuurlijk. Zo werken dat. Dit is niet zo moeilijk. Dit kan ik wel. Oh. Nee. Zo, dan eentje zo. Deze draaien. Dan weer terug naar binnen. En deze net zo lang draaien dat hij goed zit. Hoppakee. Ah, wat is dit? Oh, dat is een hijskraan. Loading. Was dat een speciale ding, een hijskraan? Hijskraan is niet zo speciaal. Wee, gooi maar weer door de war. Let's go find out wat dit is. Dat is een fabriek. Maar deze is niet zo moeilijk. Zo, dan hier zie je de fabriekstoren, zo. En deze gaan we helemaal terug naar binnen. Hoppa. Wat is dit voor mooi iets? Een fabriek. Ja, dat is een fabriek. Schitterend. Loading. Een hijskraan naar de fabriek. En kinderen die buiten aan het spelen zijn. Dat doen ze tegenwoordig veel te weinig. Waarom laat dat ding eerst een foto zien en gooien ze dan vervolgens een totaal andere foto overheen? Heeft dat nou even nut? Wat zijn deze chicks allemaal aan het doen trouwens? Het plafond zal wel boven moeten. Zo. Oh, zo, ja. Nee, die kant op. Zo. Wauw. Is dit voor iets moois? Wat zijn ze aan het doen? Wat zijn zij nou aan het doen? Geen nuttige dingen, denk ik. Nog één? Nee, toch? Loading. Brum. Waar staat het hele bericht? Oh, we gaan weer een potje schaken. Oh. Oké. Het aantal arbeidskrachten neemt toe. Broeders zij aan zij. Nou, dan zetten we jou gewoon daar neer. Broeders zij aan zij. Hup. Dat zijn we. Twee pionnen die naast elkaar staan. Broeders zij aan zij. Quarantine zone. Oh jee, gaan we weer. Got it. Quarantine Hop. Lifted. Ik heb er weer één. Het. Maar net word je het. Daar kan je ook alle kanten mee op. But last time, scanning and eagle vision seemed to help. Dat heb ik nog lang gedaan, man. Jongen. Nou, als we dan toch hier zijn, dan klimmen we ook even deze toren nog in. We zijn er nou toch, hè? Jullie wilden langere afleveringen? Dan krijg je een langere aflevering bij deze. Ik klim ook nog even die toren in. Dat vind ik het mooi geweest van vandaag. Alleen het woordje het en trollololol. Nou, echt fijn persoon, man. Die proefpersoon 16. Echt mijn mattie. Hop. Roma.
Weer een stukje ontgrendeld. En we zijn toch best wel een heel eind opgeschoten, jongens, vandaag. 3 van 24. Gaan we lekker beneden liggen. Daar is het wel fijner dan hier. Vaku Gamers, ik ga jullie vragen om eventjes... Oh, dat is een bosje. Dat is niet interessant. Dat is een bos hooi. Is ook niet interessant. Ik wil jullie eventjes vragen om even een like op deze video te doen. Als je dat nog niet gedaan hebt, natuurlijk. Heel veel van jullie doen dat lekker bij Assassin's Creed Brotherhood. En dat blijf ik super tof vinden. Dus wil je mij helpen, like mijn video's dan vooral. En dan zie ik jullie natuurlijk morgen weer terug bij meer Assassin's Creed Brotherhood hier op Vaku Games. En dan zien we wel waar we terechtkomen. Ja, toch. Mazzel.